Today, ladies and gentlemen, the Institute of Health Policy and Management of Erasmus University Rotterdam is celebrating its 30th anniversary. On this special occasion, the university awards the first ever honorary doctorate in the history of this institute to an individual who has made an exceptional contribution to scholarship and society. On the recommendation of the Faculty of Medicine and Healthcare, particularly the Institute of Health Policy and Management, the doctorate board of our university has decided to confer a doctorate honoris causa upon Professor Michael Drummond, honoring him for his major contributions to the field of economic evaluation of healthcare and healthcare programs. He has made these key contributions to the area of economic evaluation, both through the development of methodology and through the practical application of cost-effectiveness analysis in the healthcare sector. I now invite his promoter, his thesis promoter, Professor Frans Rutte, to conduct the honorary ceremony and deliver his laudatio. Dear Rector, members of the board, Dean, colleagues and friends. In the last 25 years, economic evaluation in healthcare has been a remarkably successful field. This success will tend to persist given the need to curb healthcare expenditure on the basis of rational choices. The methodology of applying cost-benefit principles to the healthcare sector has seen great progress, and many new concepts and instruments have been developed. In addition to this, also the number of practical applications of cost-effectiveness analysis in the healthcare sector has increased exponentially, and the impact of this work on actual policy is seen at all levels of decision-making of healthcare worldwide. It is fair to say that in Europe, Professor Drummond has been the person who has contributed most to this success. Since the start of his professional career in 1972, he has been active in writing, teaching, and consulting in this field with an outstanding performance in all three domains. Furthermore, he has been director of the prestigious and leading Center for Health Economics of the University of York during 11 years, and contributed much to its development. His great academic performance is reflected in a very impressive list of more than 600 scientific publications, among which are various books. His most influential book, no doubt, is the textbook on methods for the economic evaluation of healthcare programs, which was first published in 1980. This book is used in almost all health economics teaching programs worldwide and is by far the most influential textbook in the field. But Professor Drummond also contributed largely to introducing this field to other disciplines, notably the medical profession. This is illustrated by his various articles in The Lancet and the BMJ, and by his work on developing guidelines for authors and peer reviewers of economic submissions to the BMG. He also holds 9 memberships of editorial boards of the best journals in health economics and is currently still co-editor-in-chief of Value in Health. Professor Drummond is also an excellent teacher. He has contributed much to the master course in health economics at York, which educated a whole generation of health economists worldwide, including various professors at Erasmus University. At almost every international conference in health economics, he is among the speakers,
often giving a key lecture or chairing a prestigious panel. But probably Professor Drummond's largest contribution lies in his continuous effort to help governments and public and private organizations to produce cost-effectiveness information and use that information in an appropriate and prudent way. This is reflected in his contributions to the establishment and performance of the National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, in several roles. Among this is the chairmanship of the Guidelines Review Panel of NICE since 2003. He also was and is still very much in demand to give advice to various institutions, including the World Health Organization, demonstrating his qualities and wide experience. He has also been active in various health economic societies. He organized the World Conference of the International Health Economics Association in York in 2001 and was president of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research in 2006-2007. And last but not least, he is a very nice colleague who is an expert in combining work with pleasant interaction with colleagues. That may be one of his secrets for keeping his drive to produce. He's also a good friend. We share a passion for Spain, and we try to turn the Costa Blanca into a retirement area for health economists, with moderate success, I must say, so far. We are very pleased that the Erasmus University decided to honor his outstanding performance in the field of economic evaluation with an honorary doctorate. By virtue of the powers invested in us by statute and in accordance with the decision of the doctorate board, I hereby confer upon you, Michael Drummond, the title of Doctor Honoris Causa, together with all the rights which statute and custom attach to this degree. As token and proof thereof, I present you with the corresponding charter, duly signed and sealed, and close you with the kappa. Well, thank you, and good afternoon, everyone. I'd like to begin by thanking the university for giving me this degree. It's a great honor receiving it from such a prestigious university. And thank you for your kind words, France. In putting together a talk, two things went through my mind. One was, what's the overlap and synergy between my research work and the research work of colleagues here in Erasmus? And secondly, when you get to this stage in your career, you begin to wonder whether it was all worthwhile and whether you had any impact. So I decided to talk about the impact of economic evaluation on healthcare decision making. And I want to begin by saying a little bit about the contribution of Erasmus researchers to advancing the methodology and practice of economic evaluation, then to discuss the state of the world before economic evaluation was used, and I'm going to focus on
reimbursement of drugs, for the example, and then to discuss the changes that have come about, both in the processes followed during drug reimbursement, and also the changes in the outcomes, both in terms of the decisions, and whether there are also changes in allocation of healthcare resources. So, first of all then, the contribution of Erasmus. I must admit, when I sat down to think about all the things that researchers in IMTA and the Associated Institute have done, it was quite mind-boggling. I think probably most of the work has been in methods development. I won't go through the names of the people. There is a written version of this talk which has all the references, but I mean, the areas that came to mind were measurement and valuation of productivity changes in healthcare, the theoretical foundations of utility analysis, valuation of informal care, discounting future costs and benefits, work on the international transferability of economic data, and application of statistical methods within economic evaluation. And I think that's an extremely impressive list. There is also work on application. There have been some surveys of decision makers' preferences, particularly in the Netherlands, and also some demonstration projects. Many of these, the things that come to mind was the work on breast cancer screening and the work on in vitro fertilization, although there are many more. And I apologize to anybody in Erasmus who's going to buy me a drink tonight that I missed their name, okay? So I hope I cover everybody. So what about the world before economic evaluation? Well, I'm focusing on the reimbursement or payment for drugs by the healthcare system. And before economic evaluation came along, some countries had little or no controls. Germany and the United Kingdom had very few restricted lists of drugs and free pricing. France was one country that had price controls, and there were some countries that did have reimbursement controls and would have a committee to decide on which new drugs should be provided, but it essentially didn't involve economics in that decision. Of course, most systems had local controls, such as hospital formularies, but you can see that before economics came along, it was quite a different world. So what's happened since? Well, the battery seems to have gone. Unless I'm pressing the wrong button. Oh yeah, okay. So economics came along, and Australia was the first jurisdiction to request economic evaluations as part of the process of reimbursing pharmaceuticals. And that was quickly followed by New Zealand and several Canadian provinces. But now within the European Union, approximately half of the countries request economic evaluations to some extent. The application varies quite a lot from country to country. And now even some payers in the United States and countries in Latin America and Asia have expressed an interest in economic studies, and some have formal processes of considering economics in the drug reimbursement decision. Okay, next slide, please. Now, one of the things that's happened is that there have been changes in the processes that have followed. There is some evidence that following the economics methods guidelines has been a challenge. There was a study done by Suzanne Hill, who, based on the Australian Committee for Drug Reimbursement, who said that I think in around 200 studies there were 300 mistakes. So it's not been a road that's been followed without obstacles. I think there is also, though, some evidence of broader impact of these methods beyond drug reimbursement. A study in Canada by Lim that talks about how the Canadian economic evaluation guidelines have been widely adopted across Canada. There's quite a lot of difference in the scrutiny of studies by industry by an independent economist. And we have an interesting
experiment going on in the United Kingdom, whereby in England, NICE, our National Institute for Health and Clinical Excellence, spends a lot of money paying units like mine in York to do thorough evaluations of all the industry studies. And then in Scotland, where they're not known for spending their money, they just find a health economist and buy him or her four or five beers and ask for a report. And what we find is that the answers are not too much different. So it's a bit of a worry for us in York. Another thing that we found is that when we started off, we quite like to do multiple technology appraisals. That would be to look at several drugs at one time. But most of the programs now have gone to having to look at each drug individually. And I think it's important to keep that broader perspective. And in Sweden, they have these therapeutic area reviews where occasionally they look at all of the drugs in a particular clinical area, which to me, I think, makes sense. Next slide, please. Now, there have been other developments in process that I think are clearly attributable to incorporating economics. We heard from one of the earlier talks from Mark Koopmanschap that there are these risk-sharing schemes where the manufacturer may have to pay some money back dependent on the results that are obtained from their drug. And that helps the payers deal with some of the economic uncertainty in approving a new medication for payment. There's been a use of economic analysis in the development of value-based pricing approaches in Sweden, in Germany, and now coming up in the United Kingdom. I think within the companies, the drug companies, there's been a refocusing of the clinical development program towards the delivery of added clinical value. And so all of us who've worked in this field would have gone to one of these company dinners and somebody would say to you, we have this new product, and we would say, well, what does it do? And they would say, well, we're not quite sure, but it's got an interesting mechanism of action. But I said, well, the important thing is, what does it do for patients? Well, we haven't figured that out yet, but it is an interesting mechanism. And so they've moved on, I think, a bit from that to trying to look at value. And also we found that economic evaluation has, in some countries, gone beyond drug reimbursement. In the UK, we look at all technologies, including public health interventions. Next slide, please. Next slide. Oh, okay. I think there are some other beneficial changes. Whether these are down to economics is hard to say. I think there is now a recognition of the need for more relevant endpoints in clinical trials. Instead of surrogate endpoints, manufacturers are trying to measure endpoints that mean something to the patient, either in terms of improved survival or quality of life. I think there's more consideration of what the relevant treatment alternative would be when we're trying to compare a new drug with existing products on the market. I think there's a recognition that both clinical and cost effectiveness do vary by patient subgroup, that no technology is equally good for all patients. We need to find the patients who would benefit the most. I think there's also an increased transparency and accountability in the decision-making process. And I put this down to economics partially because I think some of the economics is harder to explain to people than the clinical outcome. I think everybody understands the idea that if a drug doesn't work, we shouldn't provide it. It's harder to understand the idea that a drug could work, but maybe not work well enough in relation to what we're having to give up in terms of the cost in order for it to be provided. I think there's also an increased stakeholder involvement, which I think is partly down to economics, and I think a movement on the part of manufacturers to have early engagement with payers about to try and get advice on the kind of evidence that they should generate. So that's partly down to economics. I think some of that may have happened anyway. Let's try the next slide, yes. So I think the summary is that there's some evidence that it's difficult to comply with some of these methods guidelines.
although the submission process, I think, works fairly well in most jurisdictions. I think it's difficult to sustain the multiple technology appraisals as the primary approach, although I think we still need to do that. And I think there are these other beneficial changes in the reimbursement process that could be attributable in some to some extent to the use of economics. So moving on, next slide, please. So what about impact on decisions? Well, one set of data is descriptive studies, either describing decisions made in a given jurisdiction, and I've got one example of work we did in the UK, and also comparisons across different jurisdictions. So next slide, please. So what we did in the UK was we looked at NICE's guidance on new cancer drugs from the first one that it looked at in May 2000 through till March 2008 when its study was completed. And the thing we were looking at was what was the difference between the license indication for the drug and the recommendation of NICE? How restrictive was it? And if we move to the next slide, please, you can see that in more than half the cases, NICE imposed no restrictions, basically allowed the drug for payment as per the license. And I say, that's not the impression you get from the newspapers in the UK. You'd think that NICE was restricting almost everything. In about 30% of the cases, there was some restriction, and in about 15% of the cases, NICE said, we don't really think this drug is worth the money, and therefore it shouldn't be recommended for regular use in the United Kingdom Health Service. Next slide, please. The sorts of restriction were mostly about identifying patient subgroups, either by clinical characteristics, previous use of drugs, or whether they respond to therapy. Next slide, please. The reasons are quite interesting. The ones on the left-hand side of the slide are the economic reasons, that the incremental cost-effectiveness ratio was too high, or there was not enough evidence about how cost-effective the drug was. I think the ones on the right-hand side are interesting, though, because they're basically saying that in some cases, there's insufficient clinical evidence, which is rather surprising since all these drugs have a license for use. And the reason for that is that the kind of evidential standards you need to do the economic studies are often higher than those that you would need to get the license, because you need to show that your drug not only works, but it works better than other drugs that we already have, and also the endpoints have to be more relevant to patients than the ones that you would necessarily see in the licensing process. This was kind of difficult to do because in looking at these NICE evaluations for the reasons why NICE made the decision, it's rather like taking your driving test, you know, that you fail the test because you did one bad thing, one really important thing wrong, like you knocked over a pedestrian, but then they add three or four other things, you know, and you, by the way, you didn't look in the mirror and you didn't indicate and so on. So it's sometimes difficult to know what was the pivotal reason for NICE's restriction, but that was the best we could do. Next slide, please. Here's one of the comparative studies. This is a study done, the first author was Canadian, comparing decisions in Canada by their committee, the CDR, with those in Australia, the PBAC, and NICE in England. And you can see that the level of restriction did vary quite a bit. If you look at the fourth bullet, that for the drugs that were assessed by all of the three agencies, NICE allowed 84%, which is consistent with our data, PBAC 73%, and CDR 52%. And there's an interesting clue to what's going to happen in the future there, in that NICE approved more because it was willing to look for subgroups, to at least say yes to some patients, whereas the PBAC was more willing to negotiate on price. And this is really what's beginning to happen more now, that the authorities, instead of just saying yes or no, are trying to engage with the manufacturer over the price to see whether, at a different price, the drug could be considered cost-effective. Next slide, please. We did do a comparison of
the UK and the US. This is with some colleagues in America. If we move to the next slide, please. We looked at all drugs that were approved by the FDA since 2004, all cancer drugs this is, and saw what happened to them in the UK with NICE, or the Scottish version of NICE, the SMC, or in America between CMS, which is that controls access to drugs to elderly and the elderly and the poor through the federal programs of Medicare and Medicaid, the Veterans Affairs, which is for the military and their descendants, and also Regions, which is an example of a Blue Cross Blue Shield plan. And if we move to the next slide, you can see that CMS allowed all the drugs with no restriction. VA and Regions allowed them all, but some with restrictions. But you can see that NICE and the SMC had either rejected some or actually hadn't got round to looking at them by the time we did the study. And one of the criticisms of NICE has been that, you know, sometimes good evidence takes time, and their process is perhaps a little bit too long. You might say, well, why don't we allow all these drugs? Well, I can tell you that in the sample for, that were all approved by the CMS, there's one drug that costs $100,000 and improves survival by an average of 13 days. So if you think about, I don't know how much that is per day, but you know, there's quite a range in terms of the value for money of these drugs. Next slide, please. The other thing that people have done for looking at decisions is multivariate studies, where essentially you run a regression with the decision as the dependent variable and look for various explanatory variables. Of course, one of the things we're interested in is the level of cost effectiveness and whether that affects the decision. And there have been several studies. These are all from the UK using data from NICE. And if you move on to the next slide, please, you can see that there's an inflection in the curve here, that this is a graph of the probability of rejection plotted against the incremental cost effectiveness ratio. And you can see that once it gets to around £30,000 per quality-adjusted life year, the chances of the drug being approved by NICE dramatically reduces, or the probability of rejection dramatically increases. And this study was really the foundation of NICE actually being a bit more explicit about its threshold. And as Mark Kumanchap said, I think there's only the UK and one or two other countries that have been explicit about what their threshold of cost effectiveness is. Although in many countries, I think you can work it out by looking at the decisions. Next slide, please. The other sorts of studies that looked at the impact on decision making have been qualitative studies, where people have studied decision makers and decision making processes. And you can see here there's an Erasmus study by Koopman, Sharp and Stolk that looked at, if you like, the attributes of drugs that Dutch decision makers thought were important. Sorry. And next slide, please. So I think the summary of this is that most or more of these studies show that the incremental cost effectiveness ratio is an important factor in reaching the decision. It's usually number two after the clinical added value of the drug. However, there's evidence of the importance of other factors, that there's a deliberative decision-making process going on where other issues such as equity, severity of disease, lack of other therapies available, those kinds of things enter into the process. And there are differences across jurisdictions, but I think we can explain most of these. Next slide, please. Now, of course, the ultimate question is, and as Bengt was saying earlier, I mean, it's not only do the decisions change, are they implemented, and does it really lead to a change in healthcare provision? And it's quite difficult because we don't know what the counterfactual is. We don't know what would have happened, let's say, in the UK if we've never had a NICE in 1999. And we certainly don't have randomised controlled trials.
Also, in some jurisdictions, we don't know what that cost-effectiveness threshold is. And most jurisdictions don't have adequate mechanisms for enforcing adherence to guidance or reimbursement decisions. I was working in China for NICE a few months ago, and we said to the Chinese, you know, the biggest problem is that people in England don't follow the guidance. And they looked at us and said, in China, they'll follow the guidance. And I said, well, no, it really is a problem. He says, no, in China, they'll follow the guidance. So we didn't pursue that anymore. But certainly in the UK, people don't always follow the guidance. Of course, the other thing is that even if the health authorities implement NICE guidance with a fixed budget, we don't always know what they're giving up. And it could be that they're giving up a procedure that's even more valuable than the one that NICE is saying that they should introduce. However, moving on, please. So this has led some economists who are against economic evaluation to say, well, it's actually a nightmare that this decision-making threshold's at the wrong level, that if we didn't have it, we would be approving even less of these new drugs. The manufacturers just price up to the threshold if they know what it is, and otherwise the prices would have been lower. And the process of looking at these products gives them more prime time that they would have had than they would have had if we didn't have this process. They may have been ignored. I don't really buy any of this, I have to say. And the next slide, please. Because the evidence, at least from the manufacturers I work with, is that they usually have to revise their international price expectations downwards rather than upwards in order to achieve an acceptable level of cost effectiveness. And there's evidence from NICE's patient access schemes that happens quite a bit, that if you read some of these NICE appraisals, it says something like, we looked at the drug and it wasn't cost effective, and then at this point the manufacturer offered a patient access scheme, essentially a price cut, in order for us to approve the drug. I think also the biggest advantage of these analyses is that they've been used to target expensive therapies to the patients that would experience the greatest benefit. It's not normally a case of whether you have the new drug or not, it's where you use the drug. And I think these approaches have been quite useful in that. And if you look at jurisdictions without the policies, you know, it's basically like the Wild West, and all kinds of things are happening and things get approved without any sensible or rational discussion. The next slide, please. So I think on the changes in outcomes, I think there is evidence that it's an important, cost effectiveness is an important decision-making criterion. I think that the consideration of the economic issues has highlighted the uncertainties in the clinical data, so those can be improved. I think although some drugs have been denied listing, the main impact has been on targeting the drugs to the right kinds of patients. And depending on local processes, some price reductions have been secured based on an assessment of the value added by the new drug. Next slide, please. This is the slide I always put on when I'm feeling a bit depressed. This was a commentary on the study we did comparing the UK and the US on cancer drugs. And this was a commentary written by two oncologists from the University of California, Los Angeles. And they looked at our paper and they said, you know, what this tells us, in America this is, that we have a choice. You know, do we use science to help us reach a consensus on what we're willing to pay for new therapies and innovation, or do we leave individual patients to wrestle with the skyrocketing costs of cancer care and treatment determined by their ability to pay? Because in the US, you could pay between 20% and 50% of the cost of the drug yourself. And medical bills is the third highest cause of bankruptcy in the US. So that cheers me up, that people, even clinical oncologists who perhaps don't come across economists very often, are actually beginning to see that kind of argument.
So next slide, please. So in conclusion, if you ask the question, has this all made a difference? I think it's almost impossible to assess with certainty whether greater use of economic evaluation has resulted in a more efficient or more equitable allocation of healthcare resources. However, in jurisdictions where there were no previous controls, it's likely that increased efficiency has been obtained by targeting therapy based on cost effectiveness criteria and insisting on value-based prices. And I think the other main benefit of this process has been that in all the jurisdictions that have incorporated economics, I think this has led to a more transparent and informed debate about the outcomes obtained from therapy and their value and the difficult choices that decision makers have to make. So I'll finish there. Thank you. Professor Drummond, I'm happy to congratulate you on behalf of the Executive Board of Erasmus University with your honorary degree, and I would like to thank Professor Rutten for his contribution to this honorary ceremony. Ladies and gentlemen, this part of the program has come to an end. After a musical intermezzo, we will continue in Dutch with the valedictory lecture of Professor Rutten. But first there are some flowers.
Onze dank, dames en heren, gaat uit naar de percussieband van de Douane Harmonie Nederland. Voor hun spetterende, ik zou haast zeggen overdonderende optreden. Ik wist overigens niet dat we nog zoveel douaniers hadden in Nederland. En uiteraard bent u al volop aan het speculeren over de relatie tussen Frans Rutte, percussie en de douane. Maar dat horen we na afloop, mag ik hopen. Dames en heren, nogmaals heet ik u van harte welkom namens het college van bestuur van deze universiteit. En dat welkom geldt uiteraard in het bijzonder collega Rutte, zijn familie, vrienden en collega's. Professor Rutte, dames en heren, hoogleraar economie van de gezondheidszorg en medische technologie assessment, heeft voor zijn afscheidscollege en voor het instituut beleid en management gezondheidszorg heugelijke dag gekozen. Want de vlag hangt uit vanwege het zesde lustrum van dit instituut en het zojuist verleende eredoctoraat. Toen u, collega Rutte, begon aan de studie econometrie aan de Nederlandse Economische Hogeschool, in de oude en krappe behuizing van de Pieter de Hoogweg, zult u wellicht nog niet nagedacht hebben over een carrière bij een instituut voor gezondheidszorg. Ik ben er zelfs niet zeker van of zo'n instituut in Nederland op dat moment al bestond. Toch moet u tijdens de studie die belangstelling hebben ontwikkeld, gezien uw afstudeerscriptie, die heette namelijk enige analytische modellen van het opnamebeleid in een ziekenhuis. Uw loopbaan startte in Leiden bij het Economisch Instituut aan de Rijksuniversiteit, gevolgd door een uitstapje naar Den Haag, het ministerie van Volksgezondheid en Milieu, om in Maastricht de academische draad weer op te pakken. In 1982 werd u benoemd tot hoogleraar gezondheidseconomie, al daar. In 1988 volgde een tweede benoeming en nu aan de Erasmus Universiteit, uw alma mater. U stond aan de wieg van het Instituut voor Medische Technology Assessment en was daar ruim 12 jaar directeur. Daarnaast was u tot 2002 vicevoorzitter en tot 2007 voorzitter van het instituut. Professor Rutte, beste Frans, ik ga dadelijk nog een paar woorden over uw academische carrière zeggen, maar ik wil u nu al namens het college van bestuur danken voor uw grote inzet voor onze universiteit. De basis daarvoor werd natuurlijk wel gelegd in de collegebankjes aan de Pieter de Hoogweg, waar u zeker niet hebt zitten suffen. Ik nodig u uit om uw afscheidscollege uit te spreken. Geachte rector, leden van het college van bestuur, collega's, vrienden, niet iedereen was hier voor de pauze. Ik kreeg toen een vriendelijk verwijt van de minister van Volksgezondheid, mevrouw Schippers, dat ik hier voortdurend rondgelopen heb met mijn Maastrichtse toga. Dus je kunt zich voorstellen dat ik een hele zenuwachtige 15 minuten heb gehad in de pauze, maar het is gelukt. Ik heb een toga uit Rotterdam gevonden en het leek me wel netjes om die te dragen bij deze afscheidsrede. Die collega uit Maastricht vindt het niet erg, denk ik. Hè? Teleurgesteld. Okay. Dames en heren, gezondheidseconomie, ofwel health economics, is een fascinerend deelterrein van de economie dat gemakkelijk 40 jaar lang kan boeien. Dat geldt zeker als je zoals ik bij de start en ontwikkeling ervan nauw betrokken bent geweest. Het vakgebied is in deze 40 jaar gegroeid van een onbeduidend wetenschapsgebied tot een belangrijke en relevante subdiscipline van de economie,
gemeten zowel naar wetenschappelijke output als maatschappelijke impact. De onderwerpen die in de loop der tijd door gezondheidseconomen onder de loep zijn genomen, variëren van macro-vraagstukken over de ordening van de zorg, tot de bepaling van de kosten en baten van individuele programma's, en van vraagstukken in Europa en de VS, tot die met betrekking tot de zorg in Afrika en Azië. Op al die terreinen spelen we in Rotterdam een voortrekkersrol. In de volgende tabel kunt u lezen dat wij gemeten naar wetenschappelijke output het 11e instituut in de wereld zijn en het 2e in Europa, uiteraard na de Universiteit van York. Maar ik kan u vanmiddag moeilijk een overzicht geven van al onze activiteiten. Liever beperk ik mij tot mijn eigen specialiteit, economische evaluatie van medische technologie, en de bijdrage die dat onderdeel van de gezondheidseconomie kan leveren aan een scherpe afbakening van de zorg die onder de basisverzekering valt in Nederland. Maar ik kan de verleiding niet weerstaan, ik zie ook zoveel oude contacten vanuit het verleden, om u eerst even mee te nemen naar de beginjaren van ons vakgebied. Mijn eerste kennismaking met de gezondheidszorg was tijdens mijn afstudeerstage econometrie aan de universiteit. De rector memoreerde dat al even. Tijdens die stage werden mijn studievriend Sjaak van der Gaag en ik, opgemerkt door een visionaire ambtenaar van het toenmalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Piet van Loon, die ons in 1972 een grote subsidie gaf om verschillen in zorggebruik tussen groepen verzekerden en tussen regio's in Nederland te gaan bestuderen. De eerste push van onze discipline kwam dus van het ministerie. Met dat geld werd een groep gevormd in Leiden onder leiding van de jonge hoogleraar Bernard van Praag, waarbij later ook Wienand van de Ven zich aansloot. In diezelfde tijd werd in Tilburg een studie gestart onder leiding van professor Lou Groot, met Jos van Aarde en Guus van Montvoort, waarin de kostenstructuur van het ziekenhuis werd onderzocht. Dus in die begin jaren 70 bestond gezondheidseconomie Nederland uit slechts twee kleine groepjes van elk 3 tot 5 mensen en enkele verspreide individuen. Elders in Europa was de situatie niet veel anders, behalve in Engeland, waar inmiddels onder aanvoering van Alan Williams en Tony Collier uit York een levendige Health Economist Study Group was ontstaan. Daar reisden wij ook regelmatig naar af, en daar ontmoet ik ook voor het eerst onze laureaat Mike Drummond. De bevindingen uit dat Leidse onderzoek hebben ons destijds sterk gevormd. Uit de analyse van de grote regionale verschillen bleek dat de zorg sterk gestuurd werd door het aanbod. De financiering van de zorg was gericht op groei en dus op basis van fee-for-service, zowel voor de ziekenhuizen als voor de daarin werkzame specialisten. Dat had weliswaar een stimulerende werking op de zorgconsumptie, maar vaak niet zoals bedoeld. Een probleem dat we nu ook nog wel kennen. Verder was de ziekenhuiscapaciteit veel ruimer dan nu en het aantal specialisten was overvloedig. Aan de vraagzijde waren geen prikkels tot doelmatigheid en alles werd vergoed. Dat was natuurlijk niet vol te houden. Zeker niet toen de toenmalige staatssecretaris Hendricks door de oliecrisis werd gedwongen om de ziekenhuiscapaciteit fors in te krimpen. Toen onze analyses daarvoor ondersteuning boden, kwam de gevestigde orde in actie tegen die jonge economen die zich bemoeiden met verheven onderwerpen als zorg en gezondheid, waarbij je eigenlijk niet over geld hoorde te spreken. Die eerste jaren waren dus heel rumoerig, met heftige polemieken in medische en economische tijdschriften. De beste advocaat voor onze tijd, voor onze zaak destijds, was Alan Williams, waarvan u hier een bekend citaat ziet. Williams ging eigenlijk frontaal in de aanval door te beweren dat het juist onethisch is om niet met geld rekening te houden. Hij noemde het zelfs fanatical in plaats van ethical. Dat lijkt nu vanzelfsprekend, maar toen was het voor vele vloeken in de kerk. Al deze commotie wekte in ieder geval wel de belangstelling voor het vak. In 1982 werden zelfs twee hoogleraarsplaatsen gezondheidseconomie gevestigd in Rotterdam en Maastricht, wat een geweldige stimulans bleek en Nederland een grote voorsprong heeft opgeleverd. Ruud Lapree werd benoemd in Rotterdam bij het IBMG, het heette toen anders, en ik in Maastricht. Door de ervaringen
uit de studie van het, voor het ministerie vatte bij ons het idee post dat de overheid nooit op een efficiënte manier de zorg zou kunnen besturen via aanbodregulering. En dat er dus wel een andere weg zou moeten zijn om doelmatige zorg te realiseren. Toen Ellen Enthoven in 1980 zijn boek Health Plan over Managed Competition in de zorg publiceerde, vonden we dat dat concept met enige aanpassing een oplossing zou kunnen bieden voor de Nederlandse zorg. Bernard van Praag bepleitte dat dan ook in de zogenaamde commissie Dekker in 1987. Wienand van der Ven wijde delen van zijn proefschrift eraan en ik vroeg er aandacht voor bij mijn oratie in Maastricht. Die Maastrichtse oraties vonden destijds plaats in de kapel van het klooster aan de Tongerseweg en ze hadden dus ook eigenlijk wel iets van een preek van de kansel, zoals u hier kunt zien. Toepasselijk, want je moet ook een beetje in marktwerking geloven. Dat deze blauwdruk van Dekker voor ons huidige systeem werd geaccepteerd, was te danken aan een handige mix van linkse elementen, de basisverzekering, en rechtse elementen, de marktwerking. Daardoor konden achtereenvolgende kabinetten er gestaag aan doorwerken en werd in 2006 een belangrijke stap gezet met de nieuwe zorgverzekering. Velen hebben bijgedragen aan dit concept van gereguleerde concurrentie, maar de initiërende rol van de gezondheidseconomie was onmiskenbaar. Wel jammer was dat de gezondheidseconomische kennis niet in alle stappen werd benut. Zo vond het ministerie van VWS dat de ontwikkeling van een voor de marktwerking noodzakelijke nieuwe structuur voor typering van productie van de zorg, het DBC-systeem, vooral een zaak was van informatici en nota bene medisch specialisten zelf. Het is echt een dure misser dat de brede economische kennis, opgebouwd door jaren ervaring met de problemen met de zorgfinanciering op basis van diagnosis-related groups in de Verenigde Staten, hierbij niet werd benut. Een van de belangrijke stuurinstrumenten die de overheid in de huidige zorgmarkt nog heeft behouden, is de afbakening van het basispakket van de zorgverzekering. In het vervolg van mijn betoog wil ik duidelijk maken dat de gezondheidseconomie een nog veel belangrijke rol kan spelen bij de afbakening van het pakket, die de solidariteit tussen ziek en gezond niet te zeer op de proef stelt en anderzijds de grootste bijdrage levert aan de publieke gezondheid, zonder dat de zorg onbetaalbaar wordt. Daarom nu eerst even een korte introductie op economische evaluatie als het voornaamste onderdeel van gezondheidseconomie dat kan bijdragen aan de doelmatigheid van het basispakket. Economische evaluatie kwam in Nederland in het midden van de jaren 80 tot ontwikkeling en kreeg een impuls door het Institute for Medical Technology Assessment, kortweg IMTA, dat ik in 1988 samen met Paul van der Maas heb opgericht en gedurende 13 jaar heb geleid. Kijkend naar de interventies in de curatieve zorg, dan is gezondheidswinst voor de patiënt het belangrijkste effect dat we ermee willen bereiken. Economen willen die winst bij voorkeur in maat en getal uitdrukken en dat leidde tot de ontwikkeling van de Quality Adjusted Life Year. En zo'n Quality Adjusted Life Year, of QALY, dat is eigenlijk een levensjaar in volledige gezondheid. Maar het concept QALY behoeft eigenlijk nauwelijks meer introductie, sinds de kranten dit jaar vol stonden met artikelen over de zorg en de QALY. Het berekenen van de extra kosten voor het winnen van één QALY, wanneer je een nieuwe interventie introduceert in plaats van een bestaande, is dan nu ook de standaard voor de berekening van de kosteneffectiviteit van een interventie. In de volgende dia, die stamt uit mijn eerste colleges hierover zo'n 25 jaar geleden, wordt duidelijk hoe dat gaat. Je kijkt naar de extra middelen die nodig zijn voor de nieuwe interventie en bepaalt vervolgens of die redelijk zijn in relatie tot de extra gezondheid die de nieuwe interventie oplevert in vergelijking met de oude. Zo'n berekening van de kosten per QALY kan buitengewoon ingewikkeld zijn, maar het resultaat is eenvoudig te interpreteren als een soort waarde van een nieuwe technologie in de zorg. Dat biedt fascinerende mogelijkheden tot het vergelijken van allerlei technologieën, geneesmiddelen, diagnostiek, programma's, bevolkingsonderzoeken, etc. Dus als je besluiten moet nemen over een basispakket, dan zou je nieuw ter beschikking komende opties kunnen rangschikken naar kosten per QALY en alleen die toelaten die beneden een bepaald niveau liggen.
Twee vragen komen onmiddellijk op als je deze toepassing van economische evaluatie wat meer tot je door laat dringen. Bij welke grenswaarde van kosten per quoli ben je nog bereid de technologie aan het pakket toe te voegen? En is deze maat nu het enige criterium dat je voor zo'n besluit zou willen hanteren? Maar laten we eerst even kijken naar de situatie in Nederland. Zoals Werner Brouwer en ik al in 2002 in het NTVG schreven, variëren pakketbeslissingen nogal naar gelang de soortvoorziening. Bij geneesmiddelen en grote publieke programma's is de beoordeling op doelmatigheid aanwezig, maar deze ontbreekt vrijwel geheel bij andere zorgonderdelen. Voor iets meer dan 10% van de zorgkosten kijken we dus nogal precies wat er in het pakket moet. Maar voor de rest glippen nieuwe technologieën de zorg binnen, vaak zonder evaluatie vooraf. De volgende dia laat zien dat het farmaceutisch product moet dus over 4 hordes springen. Maar voor andere interventies is het simpel de 100 meter sprint en ze zijn binnen. Een ander probleem waar Brouwer en ik in 2002 aandacht voor voegen, is dat veel beslissingen over de toelating van geneesmiddelen zijn gebaseerd op kennis die vergaard is in een gecontroleerd experiment. Er kunnen echter veel redenen zijn waardoor in de praktijk een andere kosteffectiviteit wordt gezien dan er wordt voorspeld op basis van een gecontroleerde studie. Na introductie van een technologie moet dus vaak ook nog goed gekeken worden of deze doelmatig is in de dagelijkse praktijk en moet het besluit tot introductie eventueel kunnen worden herzien of moeten aanvullende maatregelen worden genomen. Dat noemen we coverage with evidence development. Inmiddels is er belangrijke vooruitgang gemaakt met het beleid met betrekking tot pakketbeheer in Nederland en is er een goede samenwerking tussen het College voor Zorgverzekeringen, straks Nederlands Zorginstituut, en het IBMG om dit beleid verder te ontwikkelen en uit te voeren. In de brief van de minister aan de Kamer van 28 maart van dit jaar worden de contouren van het nieuwe pakketbeheer geschetst. Voor alle nieuwe geneesmiddelen waarbij een meerwaarde ten opzichte van bestaande middelen wordt geclaimd door de fabrikant, wordt voorwaardelijke pakkettoelating actief ingezet, tenzij op basis van de dan bekende gegevens al tot een definitieve toelating kan worden besloten. Belangrijk is ook de opmerking van de minister dat de mogelijkheid om zo'n systeem van pakketbeheer toe te passen op de hulpmiddelensector en de algemene medische technologie ook moet worden onderzocht. Dat volgt de wens voor een zorgbreed pakketbeheer van het CVZ en zou ook tegemoetkomen aan onze kritiek uit 2002 dat het pakketbeheer momenteel wel een beetje pennywise pound foolish is. En dan is er ook nog het grote braakliggende terrein van de AWBZ-voorzieningen waar nog nauwelijks met een gezondheidseconomische bril naar gekeken is. In het kader van het ESSER-project van het Topinstituut Pharma hebben mijn collega's Koopmanschap en Franke meegewerkt aan een studie naar het proces van besluiten over geneesmiddelenvergoedingen in een aantal landen. Daarbij maken ze onderscheid naar een assessment phase en een appraisal phase. In de eerste fase vindt de beoordeling van een nieuwe technologie plaats in termen van kosteneffectiviteit en mogelijk andere relevante kenmerken. In de tweede fase van appraisal wordt die informatie uit de assessmentfase gewogen en wordt een besluit over vergoeding of opname in het pakket genomen, eventueel met inachtneming van andere relevante informatie. Wanneer de eerste fase voorop staat en de appraisalfase vooral wetenschappelijke experts een rol spelen, spreekt men wel over een assessment-driven model, terwijl bij een appraisal committee bestaande uit belangenvertegenwoordigers, een meer deliberation-driven model van toepassing is. In het laatste model is het cruciaal om vertegenwoordigers te vinden die in staat zijn oog te hebben voor andere belangen dan waarvoor ze zelf staan en die ook geavanceerde kennis hebben om de beschikbare wetenschappelijke evidentie te interpreteren en te wegen. Ga daar maar aan staan. Ik zou er niet gerust op zijn dat zo'n proces tot goede resultaten leidt. Maar wellicht is het nog te vroeg om de kwaliteit van dat proces, zoals dat bijvoorbeeld in België en Oostenrijk is georganiseerd, vast te stellen. Maar ook een appraisalfase met meer inbreng van wetenschappelijke experts is geenszins een gelopen race. Want welke criteria naast kosteneffectiviteit
dienen in zo'n appraisal van een nieuwe technologie te worden meegenomen en wat is hun relatief belang? Ligt daar wellicht een taak voor gezondheidseconomen? Zoals ik in het begin van mijn verhaal aangaf, heeft de gezondheidseconomie een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Dat geldt zeker ook voor het gebied van economische evaluatie, waar zich mede door toedoen van onze laureaat Mike Drummond in de loop der tijd consensus heeft gevormd over belangrijke methodologische kwesties. Hoewel het gebruik van kosteneffectiviteitsonderzoek in het beleid een gevestigde status heeft bereikt, zoals ook Drummond hiervoor aangaf, is er nog veel te winnen, zoals ook Koopmanschap voor de pauze naar voren bracht. Zou de aandacht vanaf heden niet wat meer verlegd moeten worden naar onderzoek dat een goede toepassing van economische concepten in die besluitvorming ondersteunt? Dat zou zich kunnen richten op de volgende elementen. Welk toetsingskader moeten we hanteren voor het pakketbeheer en welke andere criteria dan kosteneffectiviteit moeten in de afweging worden betrokken? En wat is het optimale proces van besluitvorming? Evidence versus deliberation en centraal versus decentraal. Een cruciaal onderdeel van zo'n toetsingskader is het te hanteren afkappunt voor kosteneffectiviteit en dus de waarde van gezondheid. In het RVZ-advies over zinnige en duurzame zorg uit 2006 werd gepleit voor een bandbreedte oplopend tot 80.000 euro per quali bij een hoge ziektelast. In Engeland wordt door het National Institute for Health and Clinical Excellence een bandbreedte gehanteerd van 20.000 tot 30.000 pond, waarvan alleen in bijzondere gevallen kan worden afgeweken. In Nederland is het idee van een bandbreedte in relatie met de ernst van ziekte door mijn Rotterdamse collega's Stolk en Van Busbach in 2002 geïntroduceerd en overgenomen door het CVZ. Het idee was dat een soepele grens zou kunnen worden gehanteerd, met betrekking tot doelmatigheid, bij een hogere ziektelast. Dit is later ook door de politiek beschouwd, toen het idee werd gelanceerd om behandelingen voor een zeer lage ziektelast überhaupt niet meer te vergoeden. Dat laatste levert minder op dan je zou verwachten, als je ook rekening houdt met substitutie-effecten van niet vergoede zorg door behandelingen die nog wel in het pakket zitten. Wel moet natuurlijk nooit goedkope, voorzienbare zorg in het pakket worden opgenomen, want dan wegen de voordelen van verzekeren niet op tegen de nadelen, zoals de extra kosten, de prijsverhogingen door marktdistortie, de neiging tot overgebruik bij verzekering, de zogenaamde moral hazard, etc. Bij een goede toepassing van deze regel zouden de rollator en vele andere eenvoudige hulpmiddelen die bij het ouder worden horen, nooit collectief verzekerd zijn. Collega Brouwer kondigde bij zijn oratie in 2009 een serie onderzoeken aan over de waarde van de quali, met behulp van enquêtes over de betalingsbereidheid voor gezondheidsverzekering bij representatieve steekproeven van de Nederlandse bevolking. Vanuit maatschappelijk perspectief werd Nederlanders gevraagd naar hun bereidheid tot een collectieve bijdrage om een quali te winnen bij iemand in de maatschappij. En dat leverde een bandbreedte op van drempelwaarde van zo'n 50.000 euro tot 83.000 euro. Die waarden lijken wel al veel meer in lijn met de praktijk in Nederland. Dat brengt ons dan ook nog bij de vraag welke andere criteria bij de bepaling van het pakket moeten worden meegenomen. Zijn bijvoorbeeld ook bepaalde karakteristieken van de patiënt, zoals zijn leeftijd, van invloed op de vraag of een behandeling moet worden gegeven? Kan bijvoorbeeld aan de oudere patiënt, die al vele gezonde jaren heeft gekend, wat minder prioriteit worden gegeven? Bij eind van het leven besluiten is dit nog pregnanter. Mag een kwartaal langer leven 84.000 euro kosten, zoals bij de inzet van een geneesmiddel bij gemetastaseerd melanoom, zoals je dat kon lezen in de NRC van 19 mei jongsleden. Ook kan de omvang van de gezondheidswinst van belang zijn. Moeten we behandelingen blijven vergoeden met een minimale verbetering van bijvoorbeeld minder dan 0,02 quali? Het is opvallend hoeveel nieuwe, dure geneesmiddelen slechts minimale verbeteringen teweeg brengen. De inrichting van zo'n toetsingskader zou in een deliberatief proces met deelnemers uit verschillende geledingen uit de samenleving kunnen worden vastgesteld, zoals dat ook
in het zogenaamde Citizen Panel bij NICE in Engeland wordt geprobeerd. Daar werd aan dit Citizen Panel voorgelegd of we bijvoorbeeld voor weesgeneesmiddelen een hogere kosteneffectiviteitsdrempel kunnen hanteren dan voor gewone geneesmiddelen. Dat is geen theoretische vraag, want sommige weesgeneesmiddelen in Nederland zijn buitengewoon kostbaar. Denk aan de inzet van het geneesmiddel Myozyme, dat bij jonge patiëntjes met de ziekte van Pompen zo'n 9 ton per quali kost en voor volwassene patiënten zelfs enkele miljoenen per quali. Dus veel hoger dan de bandbreedte die ik net aangaf. Een prijsverlaging van het geneesmiddel, zoals wel als oplossing wordt gesuggereerd, biedt in dit geval natuurlijk niet echt veel soelaas. In het eerder genoemde Engelse Citizen Panel bleek deels wel steun voor het geven van een hogere prioriteit aan behandeling van een zeldzame ziekte, maar deels ook niet. Dus in dat geval kon op basis van de consultering van dat panel geen duidelijk uitsluitsel worden gegeven. Via een deliberatief proces met een citizen panel of een andere vorm van representatie van belangengroepen alleen kom je er volgens mij niet uit. Informatie over effectiviteit van een technologie en wat het kost zou toch centraal moeten staan met alle nuances die hiervoor werden gegeven. Via een deliberatief proces zou je met specifieke omstandigheden rekening kunnen houden, maar men zou toch niet sterk moeten afwijken van de beslisrichting waarin de doelmatigheidsinformatie wijst. Wel is een democratische toetsing uiteindelijk noodzakelijk. Politici zullen uiteindelijk de grenzen moeten aangeven. Zoals de Engelsen zeggen, they need to bite the bullet. Wanneer het toetsingskader wetenschappelijk is onderbouwd, dient het door de politiek te worden geaccordeerd en kan de toepassing ervan daarna op enige afstand bij het nieuwe Nederlandse Zorginstituut en bij de medische praktijk worden gelegd. De vinnige en te snelle reacties van Kamerleden deze zomer op het uitgelekte, mijn zinziens toch vrij genuanceerde concept CVZ-rapport over Myozyme tegen de ziekte van Pompen, onderstrepen het belang daarvan. De Gezondheidsraad heeft in 1991 in haar rapport Medisch handelen op een tweesprong er al op gewezen dat opname van een verstrekking in het basispakket geen voldoende voorwaarde is voor de gepaste inzet van zo'n verstrekking in de praktijk. Gepast gebruik in de praktijk betekent dat de toepassing van een technologie op de juiste manier voor de juiste indicatie moet plaatsvinden. Om dat te bevorderen kunnen vele instrumenten worden ingezet, maar ik beperk me hier even tot het instrument van de praktijkrichtlijn of professionele standaard. Om ervoor te zorgen dat de intenties waarmee besluiten over het basispakket worden genomen ook worden gehonoreerd in de praktijk, is het van belang om bij het ontwikkelen en formuleren van praktijkrichtlijnen dezelfde uitgangspunten te hanteren als in het toetsingskader voor het basispakket. In Engeland gebeurt dit al en neemt NICE het initiatief voor de ontwikkeling van zulke guidelines door de instelling van een guideline development group, waarbij ook altijd een gezondheidseconoom wordt betrokken. Deze laatste dient de economische evidentie in te brengen. In Nederland hebben we onder mijn leiding van 1997 tot 2003 op dezelfde manier samengewerkt met medisch-wetenschappelijke verenigingen en het CBO. Er zijn toen 38 richtlijnen gemaakt met een goede economische basis, waarvan de richtlijnen cholesterolverlaging uit 1998 en hypertensie uit 2000 bekende voorbeelden zijn. Die waren natuurlijk bij uitstek geschikt om het punt te maken. Cholesterolverlaging is immers bij vrijwel iedereen nuttig en dus moet je wel een economische redenering toepassen om een indicatiebeperking te beargumenteren. Daarna hebben onder andere collega's Hakkaart, Tan, Rutte van Mulke en ik in 2008 nog eens een scan van nieuwe richtlijnen voor de inzet van 5 belangrijke geneesmiddelen gemaakt. En daarbij bleek de aandacht voor economische argumenten weer behoorlijk verwaterd. Ook wordt nog vaak onvoldoende gekeken naar het ontwikkelen van doelmatige start- en stopregels voor de inzet van een bepaalde therapie. Zo lijkt al veel bespaard te kunnen worden wanneer snel wordt gestopt met dure behandelingen bij onvoldoende effectiviteit. Samenwerking tussen medische experts en gezondheidseconomen bij de ontwikkeling van richtlijnen bleek zowel in Engeland als hier goed mogelijk, maar gaat niet vanzelf en vereist regie en commitment.
Wanneer bij de ontwikkeling van richtlijnen hetzelfde toetsingskader wordt gehanteerd als bij de besluiten over samenstelling van het pakket, worden die twee uitwisselbaar in het kader van het streven naar een zorgsysteem waarin alleen effectieve en doelmatige zorg wordt verleend. Het nieuwe Nederlands Zorginstituut zou een flexibel pakketbeheer moeten voeren dat aansluit bij de levenscyclus van een technologie. Daarbij zou een stappenplan, zoals bijvoorbeeld hier getoond, gevolgd kunnen worden. Ik kom tot een afsluiting van mijn betoog. We staan in Nederland voor een grote uitdaging om onze gezondheidszorg betaalbaar te houden. In de laatste juni-raming van het CPB wordt gesteld dat de stijging van de zorgkosten in 2012 tot 2017 beslag legt op een kwart van de economische groei, rekening houdend met de al voorgenomen beleidsombuigingen. De sluipende uitbreiding van het collectief verzekerde pakket heeft daarin, ook volgens het CPB, een belangrijk aandeel. Een basispakket met alleen kosteffectieve verstrekkingen draagt bij aan het betaalbaar houden van de zorg, maar is ook essentieel voor de handhaving van de solidariteit die nodig is voor de collectieve premieheffing. De gezondheidseconomie heeft daaraan al een belangrijke bijdrage geleverd, met name bij geneesmiddelenvergoeding en bij besluiten over grote publieke programma's. Maar ook in de komende jaren is onze steun nodig voor de ontwikkeling en toepassing van een streng toetsingskader voor het pakketbeheer en voor het opstellen van richtlijnen voor kosteneffectieve zorg door het Nederlands Zorginstituut. Dat kan miljarden aan ondoelmatige zorg voorkomen en draagt bij aan de noodzakelijke solidariteit voor een echt basispakket dat doelmatig wordt aangesproken. Dames en heren, de afgelopen 40 jaar gezondheidseconomie zijn een feest voor mij geweest. Mede dankzij de vele voortreffelijke collega's met wie ik mocht samenwerken, zowel in onderzoek als in bestuur. Ik heb in dit betoog al vele genoemd en ik noem er nog een aantal in het boekje dat hopelijk buiten voor u klaar ligt. Maar bij drie personen wil ik even iets langer stilstaan. Allereerst mijn eerste promovendus in Maastricht. Omdat de kwaliteit van de groep daar echt omhoog moest, had ik mijn hele internationale netwerk afgebeld, totdat Ellen Maynard, destijds directeur van de Master Health Economics in York, mij attendeerde op een Vlaming die er dat jaar echt uitsprong. Tijdens ons volgende gesprek klikte direct en zo heb ik met Eddie van Doorslaar vele zeer productieve en fijne jaren doorgebracht. De tweede is mijn eerste promovendus in Rotterdam, Karin L., die ik met veel genoegen heb zien groeien van een studente met veel tennistalent tot een uitstekend directeur van het IMTA met nog meer talent voor gezondheidseconomie. Ik ben blij dat ik haar tijdens de rit zo nu en dan een duwtje in de goede richting heb kunnen geven. En tenslotte wil ik Werner Brouwer noemen, met wie ik de laatste jaren intensief heb samengewerkt en die bijna al mijn taken van mij heeft overgenomen, in zijn enthousiasme zelfs het voorzitterschap van de BMG. Dat had niet gehoeven, Werner. Toen ik Maastricht in 1988 verliet, viel de gezondheidseconomiegroep van ruim 40 man in korte tijd daar sterk terug. Wat geeft het dan een goed gevoel als je bij het afscheid hier de zaken aan zo'n getalenteerd persoon als Werner kunt overlaten in de overtuiging dat het alleen nog maar beter zal gaan met de gezondheidseconomie en met het IBMG. Dat mijn twee buitenlandse generatiegenoten en pioniers van economische evaluatie, Ben Johnson en Mike Drummond, hier zijn, vind ik fantastisch. En ik vond het ook erg leuk dat ik mijn oude maat Sjaak en mijn oude promotor Bernard bij het publiek zag. En tenslotte vind ik het natuurlijk fantastisch dat mijn vrouw en Petra en mijn dochter uit Nairobi hier vandaag bij kunnen zijn. Sorry. Mijn zoon die in Bangalore woont, die wordt zo'n beetje op dit moment vader, dus die is geëxcuseerd. Om de cirkel rond te maken, kom ik weer uit bij de gezondheidseconomie. Het is met de gezondheidseconomie zo'n beetje als in Hotel California van de Eagles. You can check out anytime you like, but you can never leave. En dat laatste ben ik ook niet echt van plan.
maar het eerste wel, zoals u ziet. Ik dank u voor uw aandacht. Dames en heren, mijn naam is Werner Brouwer en als prodecaan van het IBMG, maar zeker ook als collega, oud-promovendus en vriend van Frans Rutte, doet het me heel veel genoeg om het woord tot u en vooral natuurlijk tot Frans zelf te mogen richten op dit moment. Frans, na dit indrukwekkende en inspirerende afscheidscollege, waarvan de boodschap hopelijk ook in Den Haag wordt gehoord, maar waarschijnlijk wordt die meegenomen, begrijp ik. En dat eigenlijk ook meteen duidelijk maakt dat jij eigenlijk helemaal geen afscheid nog mag nemen. Er is nog veel en veel en veel te veel te doen. Willen we jou uiteraard niet op dit moment zomaar of met lege handen laten gaan. Er is een aantal mensen wat op dit moment graag van dit moment gebruik wil maken om jouw grote verdiensten voor het IBMG, voor de Erasmus Universiteit en voor het Erasmus MC te benoemen en te eren. En het is mij een eer en een genoegen om hen te mogen aankondigen. Allereerst is dat de rector magnificus van deze prachtige universiteit, professor Henk Schmid, mag ik u verzoeken. Beste Frans, jouw werkzame leven overziend, heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk is dat één mens zoveel voor elkaar krijgt. En ik meen dat ik ook een zeker recht heb om daarover te oordelen, omdat wij niet alleen hier in Rotterdam collega's zijn, maar omdat we dat ook waren in Maastricht. Beide werkten we aan de faculteit der gezondheidswetenschappen, toenmalige faculteit, hij bestaat niet meer, het is nu onderdeel geworden van de faculteit der geneeskunde. En jij werkte daar als econoom, ik als psycholoog. En ik herinner me dat in die jaren, terwijl mijn collega's en ik nog wat speels en vooral op lokaal niveau met wetenschap bezig waren, jij al meedeed met de grote internationale jongens. Jij was dan ook al naar toenmalige standaarden op een schandalig vroege wijze gepromoveerd, zo rond je 30ste. Dat was heel ongewoon in die tijd. En jij werd ook hoogleraar lang voordat wij daarvoor in aanmerking kwamen. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat jouw lijst met publicaties als uitdrukking van jouw bijdrage aan de wetenschap, dat die indrukwekkend is, ook naar de hoge standaarden die wij aan deze universiteit met elkaar hanteren. En datzelfde geldt uiteraard voor jouw lijst met promovendi. Dat waren er ruim 40 en onder hen bevinden zich inmiddels 9 hoogleraar. Nou, het is dan ook verder niet verwonderlijk dat je altijd in de top 5 van de meest geciteerde Nederlandse economen te vinden was. Wat een prestatie. Ook heel bijzonder om niet alleen bij te dragen aan de ontwikkeling van een vakgebied, maar in feite dat vakgebied eigenhandig creëren samen met een aantal anderen. Een vakgebied, de gezondheidseconomie, dat niet alleen interessant wetenschappelijk kennis oplevert, maar dat ook een grote maatschappelijke invloed heeft. Onze gezondheidszorg heeft die vorm mede dankzij jou, mede dankzij jouw collega's. En vanwege die grote rol die jij binnen en buiten de universiteit hebt gespeeld, heeft het college van bestuur besloten om jou de ad fontes penning toe te kennen. De spreuk ad fontes, naar de bronnen, is verrassend genoeg nauwelijks door Erasmus gebruikt, maar het karakteriseert wel zijn werkwijze en de werkwijze van echte goede wetenschappers. Goede wetenschappers zijn altijd op zoek naar de bronnen, naar de waarheid.
jij was en bent zo'n wetenschapper. Gefeliciteerd. Als tweede zal nu professor Huib Pols, decaan van de faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waar het IBMG een trots deel van uitmaakt, het woord tot Frans richten. Huib, het woord is aan jou. Beste Frans, het is een geweldig groot genoegen jou ook hier vandaag als decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen te mogen toespreken. En ja, het staat je goed, die toga van de Erasmus Universiteit. En ja, die kleuren groen van onze faculteit, dat zijn onze kleuren. De kleuren van het Erasmus MC en van het IBMG. En dat oranje van die koninklijke onderscheiding doet het echt veel beter dan oranje op rood. Natuurlijk sluit ik me aan in een rij van mensen die jou toespreken en die allemaal ongeveer hetzelfde cv hebben doorgestuurd gekregen waar ze uit citeren. Ik zal dus op een andere manier proberen aan te vliegen. Een van de dingen die mij regelmatig zijn gebeurd als het over het IBMG ging, dat ze ook vroegen, wie is die Frans nou? Wie is die Frans Rutte? En dan zijn er gewoon appreciaties. Ik heb ze vanmiddag ook gehoord, ook uit de mond van de minister die de hoge koninklijke onderscheiding overhandigde. Die man is gewoon aardig. En ik kan alleen maar bevestigen, niet alleen in de rol van decaan, maar ook in de rol van onderzoeker, samen promovendi gehad, dat dat ook zo is. Jij hebt geen last van maniertjes. Er zit niet een grote bijsluiter bij jou. Je bent gewoon wie je bent. En je bent bereid van een endocrinoloog als ondergetekende, als het gaat over gezondheidseconomie, de domste vragen te verdragen. En zo heb ik door jou en door Ben van Hout stochastische modellen uitgelegd gekregen, waar ik in het begin niet de minste begripsvorming bij had. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. En het heeft mij ook, in die zin, en mijn groep, ongelooflijk gerijpt om in de bredere klinische context met die gezondheidseconomie in ons achterhoofd na te denken hoe we de beste behandelingen voor onze patiënten konden kiezen. Dan ga ik toch even naar het beloop van je carrière toe. Ja, je bent even weg geweest. Maar zoals je net ook al in je reden aangaf, er waren twee plekken op dat gebied. Ene plek, collega Lapree, en jij ging dat in Maastricht doen. Maar gelukkig kwam je bij ons terug. En toen je bij ons terugkwam in 88, als hoogleraar gezondheidseconomie, toen ben je ook direct eigenlijk een van de founding fathers geworden van het IMTA, het Institute of Medical Technology Assessment. En het is al gememoreerd. 40 medewerkers, waarvan een groot aantal zeer getalenteerd. En dat is eigenlijk een tweede punt wat ik wil noemen over wie is Frans Rutte. Dat is een talentscout. Je hebt vele talenten in jouw veld tot wasdom gebracht. En, zoals dat een goede coach betaamt, je hebt ze niet alleen opgesteld, je hebt, als dat noodzakelijk was, ze ook voorrang verleend en gewoon de hoofdrol laten spelen. En dat is de kracht van jou als scout in jouw veld, in jouw onderzoeksveld van de gezondheidswetenschappen. De samenwerking met het Erasmus MC. Toen ik je leerde kennen, woonden jullie nog bij ons. En toen
was er een beweging in de richting van Woudestein. En dat heeft veel ook goede interacties op gang gebracht met de economische faculteit, met de juridische faculteit, et cetera. Toch missen we jullie eigenlijk nog elke dag. Een van de dingen die je ook altijd hebt gepropagandeerd in je rol toen de tijd als voorzitter van het IBMG, maar ook als wetenschapper, dat je een werkplaats nodig had. En je hebt nooit geschroomd om datzelfde Erasmus MC als werkplaats te gebruiken. En naast al die andere verdiensten was je ook binnen onze faculteit de man die verder vorm gaf aan de groei en bloei van het IBMG als instituut. Met nu 187 medewerkers en 775 studenten. En dat, altijd vriendelijk, altijd geduldig, nooit autoritair en altijd, zoals een academicus betaamt, op de inhoud gericht. Ten slotte, universiteiten worden veel aangesproken op het feit dat wetenschap mooi is, dat onderwijs prima is, maar waar is de maatschappelijke valorisatie? Als er iemand een voorbeeld is geweest als gedreven onderzoeker om daaraan te werken, ben jij dat wel. Naast het IMTA als instituut, als een van de succesvolle BV's van de Erasmus Universiteit, was je ook niet te beroerd als journalisten vragen hadden over je, daarop te antwoorden, het hun uit te leggen. En als ze niet naar jou kwamen, was je wel bereid om zelf de maatschappelijke polemiek te kiezen. Door brieven te sturen naar kranten. Kortom, Frans, als ik jou moet typeren, staat daar niet alleen een man die als wetenschapper, als onderwijzer, zich op een geweldige manier heeft geweerd. Staat ook een eigenzinnig mens, eigenzinnigheid in navolging van Desiderius Erasmus, maar in zeer nauwe verbondenheid met zijn medemens en met zijn medewerkers. En dat is de titel die wij hebben gegeven aan de Erasmus MC onderscheiding. En daarom doet het me een groot genoegen om je namens de Raad van Bestuur van het Erasmus MC deze onderscheiding te overhandigen. Er zit een bijsluiter bij, getekend door de voorzitter, zoals dat in een medisch centrum hoort. Maar zo ziet hij eruit. Ik zal hem er niet bij opspelden. Hij kleurt wel bij. Dan gaan we nog een keer. Dames en heren, beste Frans en beste Petra natuurlijk. Als laatste maak ook ik graag van deze gelegenheid gebruik om nog een paar woorden van dank en waardering uit te spreken. Namens het IBMG en alle IBMG-collega's. Frans, niet vaak neemt een hoogleraar afscheid die zo invloedrijk en zo bepalend is geweest voor zijn instituut en zijn vakgebied en tegelijkertijd als persoon zo gerespecteerd en geliefd. En dat maakt het huidige moment voor het IBMG en voor mij persoonlijk dan ook heel speciaal en ook wel wat dubbel. Jouw invloed op het IBMG, het vakgebied van de gezondheidseconomie en het gezondheidszorgbeleid in Nederland is onmiskenbaar en onuitwisbaar. En zo geldt voor het IBMG en de Erasmus Universiteit als geheel dat zij al jaren internationaal leidend zijn op het gebied van gezondheidseconomie en Health Technology Assessment. En zonder overdrijving durf ik hier te stellen dat jij de basis vormt van dat succes. Immers, je bent de oprichter geweest van het Institute for Medical Technology Assessment. En dat is nu al jaren internationaal een van de meest gerespecteerde instituten op het terrein van HTA. En daarnaast was jij jarenlang, en als je had gewild, nog steeds de onbetwiste leider van de gezondheidseconomen binnen het IBMG en in feite binnen Nederland. En in die tijd heb jij een groep weten op te bouwen die de volle breedte van de gezondheidseconomie bestrijkt, die de grenzen daarvan ook heeft verlegd. En onder jouw leiding kon groeien, floreren en excelleren.
En die groep kreeg door jou gesteund later ook nog prachtige vertakkingen naar de Erasmus School of Economics, wat de Rotterdamse positie op het terrein van gezondheidseconomie nog verder heeft versterkt. Je hebt inhoudelijk leiderschap erbij gecombineerd met zakelijk inzicht en bestuurlijk leiderschap. En zo heb je naast het IMTA ook het IBMG jarenlang als voorzitter onder je hoede gehad. En je hebt beide op de jouw eigen kalme en weloverwogen wijze tot grote groei en bloei gebracht. En zoals altijd bij jou, schijnbaar moeiteloos en zonder ook maar één vijand te maken. Een unieke combinatie van talenten. Je wetenschappelijke werk heeft daarbij een duidelijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van de gezondheidseconomie. Jij geldt met recht als een van de grondleggers daarvan in Nederland en daarbuiten. De vele en veel geciteerde publicaties, de nieuwe onderzoekslijnen, bijvoorbeeld rondom equity en health, de nieuwe methodologieën, zoals de frictiekostenmethode, die alle onder jouw aanvoering tot stand kwamen, getuigen daarvan. En alhoewel jij, nu ga ik iets gevaarlijks zeggen, als mede-uitvinder van de frictiekostenmethode, een methode die is gebaseerd op het idee dat iedereen in het arbeidsproces vervangbaar is, het hier misschien niet mee eens zult zijn, ben ik ervan overtuigd dat dit alles zonder jouw visie, zonder jouw inzet en leiding niet was gebeurd en ook niet had kunnen gebeuren. Je bent in dit proces onvervangbaar geweest en van onschatbare waarde. Daarbij ben je dus een levende falsificatie van je eigen theorie. Ik pleit dus ook maar meteen voor een aanpassing van de frictiekostenmethode tot de volgende regel. Iedereen is vervangbaar in het arbeidsproces, behalve Frans Rutte. Verder heb je wetenschappelijke kwaliteit altijd gecombineerd met maatschappelijke relevantie. Ook de minister refereerde daaraan. Het doel was niet alleen om goed onderzoek te doen, maar vooral ook, mede daardoor, om de zorg beter te maken. En je hebt je tomeloos ingezet op allerlei plekken, in allerhande commissies en op allerlei manieren voor het verbeteren van de Nederlandse zorg. En ook je afscheidscollege getuigde daarvan. En daarbij heb je hele grote invloed gehad. Neem bijvoorbeeld het verplicht stellen van het indienen van een farmaco-economisch dossier in het kader van vergoedingsbesluiten. Of neem het richtlijnenproject dat heeft aangetoond dat kosteneffectieve richtlijnen echt mogelijk zijn. En dat je jouw talenten zo hebt ingezet voor die publieke zaak, dat kenmerkt en dat ziet jou. Kortom, Frans, je kunt vandaag terugkijken op een uitzonderlijk succesvolle en invloedrijke carrière waar we als IBMG uiteraard bijzonder trots op zijn. Maar dat is uiteraard niet de enige reden, nog de voornaamste reden waarom we je zullen missen als je straks wat minder vaak bij ons zult zijn. Alhoewel natuurlijk met enige regelmaat nog wel. Want belangrijker dan je inhoudelijke, je zakelijke en je bestuurlijke kwaliteiten is dat je gewoon een buitengewoon aimabel en ondanks alle succes altijd zeer bescheiden mens bent. Een man met humor, met rust en met hart voor anderen. Je hebt, en ook de decaan refereerde daar al aan, je hebt de kwaliteit om andere mensen te motiveren en hen vertrouwen te geven, om anderen te laten bloeien zonder zelf al te veel op de voorgrond te willen treden. Geen wonder dat we je aanwezigheid in Rotterdam zullen missen. Ja, Frans, en nu nadert het echte afscheid. Een afscheid dat zich natuurlijk al wel enige tijd begon af te schilderen. Ik weet nog heel goed dat ik hier 3 jaar geleden stond en mijn oratie hield. Dat was op 4 december, de dag voor Sinterklaas. En jij was toen al bezig met de aanschaf van je huis in Spanje. En dat was natuurlijk een dreigende voorbode van het naderende afscheid. Ik probeerde dat gevaar in mijn dankwoord toen nog wat af te wenden, zoals je misschien nog weet. Want zoals altijd, tot vandaag, droeg jij ook die dag je rode Maastrichtse toga. En in die tijd bezat jij als vervent zeiler nog een hele mooie zeilboot. En ik kon het dus toen, op de dag voor Sinterklaas, niet nalaten om op te merken dat ik persoonlijk 2 mannen met een rode mantel en een boot in Spanje wel wat te veel van het goede vond. En ik kan niet anders dan zeggen, je hebt redelijk goed naar me geluisterd. Ik zie zowaar een zwarte toga, zelfs de minister viel het op, dat zegt toch wel iets. En de zeilboot is verkocht. Maar ja, dat zijn kleine overwinningen, want het grootste probleem, het huis in Spanje, is gewoon gebleven. Maar hoe jammer we dat afscheid als collega's en vrienden ook vinden, uiteraard gunnen we het jou en Petra samen van harte om in het zonnige zuiden te genieten van de tijd die komen gaat. Er is heel veel moois te zien en te beleven, naast en buiten het werk. Straks ook als opa en oma, heel spoedig hoop ik voor jullie.
waarvoor nu de rust en de ruimte ook echt ontstaat. Niemand verdient dat meer dan jullie. We wensen jullie samen alle goeds, alle geluk en alle gezondheid toe voor de tijd die komen gaat. En de afstand tussen Spanje en Rotterdam kan tegenwoordig heel klein zijn. Het cadeau dat ik je nu namens alle collega's van het IBMG en het IMTA mag overhandigen, zal die afstand moeiteloos overbruggen. Zodat we ook in de komende jaren altijd steeds verbonden zullen blijven. Namens alle collega's, bedankt en het gaat jullie goed. Maak het straks wel even over. Ja, wat moet je zeggen na al die woorden? De eerste reactie is, dat kan niet waar zijn. Maar toen ik met Werner sprak over de voorbereiding van deze dag, toen had ik zoiets van, nou jongens, hou het simpel. Dan is dat ook prachtig. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dat is duidelijk. En ik vind het een fantastische dag. En ik ben echt wel geroerd door alle ontzettend aardige toespraken. Wat ik echt zal missen straks, want het is toch wel een rare dag wanneer je afscheid hebt. Wat komt daarna, dat weet je ook niet zeker. Ik zal nog vrij regelmatig bij de BMG zijn. Maar ik zal echt het contact met velen zal ik missen. Ik heb eigenlijk altijd heel veel gewerkt. En daardoor is je... Is je omgeving van je werk eigenlijk is ook je privéomgeving. Dus ik moet nog een paar stappen maken om te kijken hoe ik daarmee om kan gaan in de toekomst. Dus ik zou ook aan alle vrienden op kantoor willen vragen. Als ik straks weer eens binnenloop en ik kom lekker ouwe hoeren in de kamer, gooi me er niet gelijk uit. Maar laten we gezellig even doorpraten. Maar ik vind het ook fantastisch dat er zoveel mensen vandaag zijn. En ik hoop u straks allemaal even te mogen spreken bij de borrel. Waarvoor ik u nu graag uitnodig. Dank u wel.